Afgelopen zaterdagmorgen om 3:30 brandde er opnieuw een auto uit in Nijmegen. Dit keer was een auto in Neerbos-Oost het slachtoffer. De BMW die geparkeerd stond in de Beugelstraat mag als verloren worden beschouwd. Een ander voertuig dat in de buurt stond liep ook schade op. De politie zette de boel af met een lint, maar veel verder dan de conclusie brandstichting zullen ze ook deze keer wel niet komen.